Kijk naar weer een nieuwe video. Ik sta momenteel in de slaapkamer omdat ik er net achter kwam dat ik in de vorige video even heel snel het resultaat van de slaapkamer deelde. Maar toen was de boel nog niet afgesteld en nu dus wel. Dat heb ik net wel gedaan. Ik moet zeggen, de slaapkamer is niet helemaal af, want ik vertelde ook al dat er nog een paneel bij komt. Alleen dan met een zebraprintbehangetje. Die heb ik momenteel nog niet binnen, maar ik hoop hem van de week wel binnen te krijgen. En hem dan ook gelijk te gaan behangen en hier achter me neer te gaan zetten. Maar ik dacht het is wel eventjes leuk om nu alvast het resultaat te delen, want ik ben al onwijs blij met dit plaatje. En dan ben ik ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. We zijn inmiddels al wat uurtjes verder, maar ik ben nog steeds in de slaapkamer bezig. Ik heb namelijk een tweede look gemaakt. En dit keer niet in bruin tinten, maar met een grijs dek met overtrekken. En ik moet zeggen dat ik ook hier weer blij verrast van word. Want ik had echt gedacht van, ik weet niet of het wel past. Het grijze dan in de slaapkamer, omdat we nu heel veel bruin tint hebben. Maar aan de andere kant heb ik natuurlijk een hele neutrale slaapkamer. Wat er juist weer voor zorgt dat ik heel veel kan mixen en matchen met dek met overtrekken. En dat je een heel ander sfeertje kan neerzetten. En dat vind ik echt super leuk. Maar ik ga jullie even het tweede lookje laten zien. Ook gelijk even de andere kant van de slaapkamer laten zien. Volgens mij heb ik die echt nog nooit op de foto gezet, omdat ik daar gewoon niet tevreden mee ben. Maar nou hebben we de kast verkocht. Onze allereerste kast die we ooit zelf hebben gekocht voor hier in huis. Toen denk ik zo'n 3 à 4 jaar geleden. En ja, die ben ik nu een klein beetje zat. Ik wil ruimte gaan maken voor iets anders. Dus ik laat jullie even zien hoe nu die andere kant eruit ziet. En dan kan ik daar binnenkort ook mee aan de slag. Super veel zin in. Schrik niet, maar dit is hoe het er momenteel uitziet. Deze kast gaat dus weg. En hier hebben we hier ook nog een blauwe muur, zoals jullie kunnen zien. Die wil ik ook gaan veranderen. En voor de rest zeg ik nog niet al te veel. Want ik ben er zelf ook niet helemaal over uit. Ik heb alleen wel een heel leuk meubel op oog. Dus die ga ik hier binnenkort ook eventjes neerzetten. Een hele goede middag. Gisteren heb ik een dagje niet gefilmd, maar vandaag ga ik dat uiteraard wel doen. Ik ga namelijk het voorjaar in de woonkamer halen. Het is nu natuurlijk april en het is wel lente, dus het is tijd om onze Ixxi te gaan vervangen. En die Ixxi die wij hier hebben hangen, die is natuurlijk mega groot. En het leuke is, Ixxi die heeft dus nu een hele nieuwe lentecollectie. En daarvan mag ik er dus ook eentje gaan ophangen in de woonkamer. Dus dat ga ik eventjes doen. Voor degene die niet weet waarover ik het heb. Dit is dus de mega Ixxi die we hier hebben hangen. Zo uit mijn hoofd is die volgens mij 1,80 hoog en 1 meter breed, denk ik. Even kijken hoor, dat kun je zo zien. Elk vakje is namelijk 20 centimeter, 20, 40, 60, 80. Ja, 1 meter hoog, of 1 meter breed en 1,80 hoog. Dus deze ga ik even vervangen. Dat betekent wel dat deze helemaal uit elkaar moet en dat ik die andere in elkaar ga zetten. Dus dat ga ik dan ook eventjes doen. Het is vandaag donderdag en ik stond eigenlijk op het punt om naar de intratuin te gaan. Maar er komt er iets veel belangrijkers binnen, namelijk de vriendin. En ik heb hem stiekem net al even doorgebladerd, maar jongens, ik sta er gewoon met 6 hele grote pagina's in. Ik vind het echt, weet je hoe tof. Het zijn wel hele oude foto's van ons huis, maar ik vind dit echt Het is echt zo bizar om jezelf terug te zien. Wauw, ik zal het even laten zien. Ik sta dus in nummer 13 van de vriendin. En als je hem openslaat, sta ik eigenlijk al gelijk hier. Gewoon in de inhoudsopgave met een foto. Dat vind ik echt onwijs tof. En als je dan naar pagina 36 gaat. Kijk, dit is hem dan. En dan heb je de eerste 2 pagina's. Nog 2 pagina's. En de laatste 2. Ik vind het echt super tof. Dus ik ga er zo denk ik even een paar foto's van maken en hem delen via mijn Instagram stories. En ook op mijn Facebook pagina, want ik ben hier eigenlijk stiekem toch best wel heel erg trots op. Ja, dan ga ik even iedereen whatsappen dat ik erin sta. Ik vind het echt super leuk. En daarna ga ik door naar de intratuin, want ik ben nog een nieuwe bamboeplant nodig en een nieuwe plantenbak. Dus die ga ik eventjes halen en ik neem jullie gewoon gezellig mee. Oh, ik ben zo blij. Maar ik denk dat jullie dat wel zien. Kijk eens wat ik voor je heb. Oh, dat is lekker. Ga je mijn bamboeplantjes niet meer kapot maken, hè? Mag je eindelijk naar buiten? Ja. Wat zeg je, mevrouw? Oh, ben je daar zo blij mee? Hé, is het lekker? Ik snap er niks van. Is toch niet lekker? Wie is dat? Vooral met je hele hoofd erin, hè? Mm. Het is vandaag vrijdag en ik heb jullie er nog helemaal niet bij gepakt. Maar ik ben net weer terug vanuit mijn afspraak uit Den Haag. Dus ik heb er al een hele rit op zitten. En ja, ik had de camera niet mee. Ik dacht het is niet interessant om dat te gaan filmen. Ik had namelijk een afspraak met mijn agency. En daarna dacht ik gelijk naar huis te gaan. Maar ik ben toch nog wel even een aantal woonwinkels in geweest. En dat heeft gezorgd dat ik een paar dingetjes heb gekocht voor onze paastafel. Dus die wil ik jullie nu even laten zien. Dit zijn namelijk mijn paasaankoopjes. Ik kwam er namelijk achter dat ik nog geen eierdopjes had. Dus ik dacht, ik koop eventjes 4 eierdopjes. En deze waren €1,50 per stuk. Dus dat vond ik super leuk. Trouwens van de Dillen en Camille. Daarna shopte ik ook nog een paar paashangetjes. En deze wil ik niet gaan gebruiken om op te gaan hangen. Maar juist denk ik om op een bordje neer te gaan leggen. Dat vind ik wel heel leuk. Paaseffect geven. En daarnaast heb ik nog 2 van deze leuke konijnenkandelaatjes gekocht. Alleen nu ik ze zo zie staan op de tafel denk ik, misschien heb ik toch wel wat weinig. Dus wie weet komen er hier nog een paar van bij. En daarnaast moest ik nog eventjes wachten op het station. En toen kon ik deze gewoon echt niet laten liggen. Deze heb ik inmiddels ook al uitgelezen in de trein, want mijn ritje duurde iets meer dan 2 uur. En hij is echt super leuk om je kat een beetje beter te leren kennen. Nou ken ik onze poes natuurlijk al super goed. Maar het is wel grappig om toch nog wat nieuwe dingetjes te leren. Dus dit waren zo mijn aankoopjes. Verder gooi ik zo denk ik nog eventjes een stofzuiger door het huis heen. En dan plof ik op de bank. Want ik ben echt gesloopt van het gereis. En dan ga ik weekend vieren. En gaan we morgen in de tuin aan de slag. Zijn we vanochtend nog eventjes bezig geweest in de tuin. En daarna zijn we naar de stort geweest. Want alles is nu gewoon echt lekker netjes in de tuin. Dus ik kan vanaf volgende week of misschien de week daarop of die week daarop lekker de muren in de tuin gaan verven. Daarna hebben we nog gezellig een vriend op de koffie gehad. En het is vandaag trouwens zaterdag. Ik sta nu momenteel in de slaapkamer. Want ik ga alvast beginnen aan mijn volgende projectje. Zoals ik in mijn vorige vlog beloofde, zei ik al dat ik bezig ging met het behangen van mijn andere paneel in de slaapkamer. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik heb inmiddels al het behang in de goede afmetingen geknipt. En ik ga nu even lekker plakken. is ineens zondag. Ik bedenk me namelijk net dat ik jullie helemaal nog niet het resultaat heb laten zien van het paneel achter het bed. Het dekbed past er trouwens niet bij die nu momenteel op bed ligt. Maar ik dacht, ik laat hem wel gewoon alvast zien. En dit is hem dan zo geworden. En ik vind het heel tof staan. Zoals ik al zei, het dekbed past dus niet. Hier wil ik gewoon weer een mooi wit dekbed hebben. Maar ik kan me voorstellen dat het dus echt super tof wordt. Verder heb ik voor vandaag gewoon lekker niks gefilmd. Omdat ik de hele dag lekker in de zon heb gezeten. Het is vandaag echt super fijn weer. Het lijkt zelfs wel zomer. Dus ik dacht, daar ga ik gewoon lekker even een dagje van genieten. Dat heb ik dan ook gedaan. Dus ik wil bij deze alvast de weekvlog gaan afsluiten. Ik heb wel een klein beetje het idee dat deze weekvlog niet heel interessant was. Ik heb het idee dat ik niet heel veel beleefd heb. Maar als je mij zo van vragen hoe deze week eruit ziet, dan kan ik daar eigenlijk ook geen antwoord op geven. Omdat ik al grotendeels weer vergeten ben wat ik deze week heb gedaan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Bedankt voor het kijken dan ook. En hopelijk tot volgende week. Doei doei!